Wat betekent geluk eigenlijk? Wat is geluk? Toen ik 17 was en mijn moeder vertelde: mam, ik wil bij Defensie gaan werken. Nou, er ging een hele hoop gebeuren, maar dat ging niet gebeuren. Tot ze eindelijk haar handtekening zette en ik mocht deelnemen aan de luchtmobiele opleiding, die zou leiden tot de Rode Baret, die vervolgens zou leiden tot een missie in Uruzgan. En ik weet nog goed dat ik tegen een van mijn collega's zei, op het moment dat een andere collega gewond het kamp op werd gebracht: Joep, als ik een poot verlies, dan mag je mij met mijn karretje van de berg afgooien. We vliegen even snel door naar 12 januari 2008. En op het moment dat ik op het dak liep, op het verkeerde moment, op de verkeerde plek, werd ik geraakt door een 25 mm. Mijn collega's hebben mij van het dak afgehaald en zo snel mogelijk, binnen een uur, de golden hour, naar het ziekenhuis in Tarinkot gebracht. Dat het eindresultaat hetzelfde blijft en dat ik me heel erg boos kan maken over wat er is gebeurd, maar er gaat niks meer veranderen. Het is zoals het is. In mijn revalidatietijd maakte ik kennis met gehandicapte sport. Ik wist niet eens dat het bestond. Plaatste ik me met het Nederlands team voor Rio 2016, want dat was ondertussen mijn droom geworden, mijn nieuwe missie. En ook die missie is geslaagd. En kijk ik terug naar alle dieptepunten en de hoogtepunten die ik heb beleefd in die afgelopen tijd. En dat maakt mij onwijs trots. Omdat ik heb kunnen accepteren wie ik ben, zoals ik ben. Ik mis misschien mijn benen, maar ik mis ze niet meer. En wie kan mij vertellen dat ik met benen net zo gelukkig zou zijn als dat ik nu ben?